Hoi Tessa. Hoi. Jij bent adviesvanger geweest in het traject Doetinchem. Je bent opgeleid tot adviesvanger. Je bent natuurlijk nog steeds adviesvanger. Ja. En wij zijn eigenlijk heel erg benieuwd van wat heeft jou gebracht om adviesvanger te zijn? Ja, eigenlijk best veel. Voor mijn eigen zelfvertrouwen was het fijn om te merken dat ik weer voor een groep kon staan. En dat ik dat eigenlijk best wel kon, wat kon leiden. Ja. Daar heb ik zelf ook veel van geleerd. Sloot weer aan bij mijn opleiding. Oké. En ik vond het heel fijn om toch eens ervaringen van anderen ook te horen. En te merken dat ik niet alleen ben. En dat ik vind dat dingen wel eens anders kunnen. Okay. En daar met elkaar over in gesprek te gaan. Ja? Van anderen kreeg ik eigenlijk ook weer adviezen mee waar ik zelf weer mee aan de slag kon. Okay. Dus daar heb ik ook veel van geleerd. Je hebt niet alleen adviezen gevangen, je hebt ze ook nog gekregen. Ja, ik heb ze ook gekregen, zeker weten. Leuk te horen. Waren er ook dingen die je moeilijk vond in dit traject? Ja, ik vond het in het begin wel heel lastig om voor een groep met leeftijdsgenoten te staan. Omdat je probeert toch altijd dingen voor jezelf te houden. En dan moet je wel ook een beetje open zijn. Je staat er als ervaringsdeskundige. Ja. En dat weten ze ook. Ja. Maar het deed mij heel goed om ook van anderen eens terug te krijgen van bij ons gaat ook niet altijd alles even lekker. Okay. Ja. Nou, je gaf net aan dat je het ook leuk vond om dingen terug te horen van anderen. Ja. Wat vond je nou het allerleukste van alles? Het allerleukste vond ik toch om te merken dat ik kwam eigenlijk in een groep binnen en die was heel druk en die wist helemaal niet wat ze moesten doen. En dan aan het einde heb je zulke topideeën. Okay. En dan staan ze daar voor de groep en ze presenteren dat. En dat vond ik echt tof om te zien. Ja, gaaf. Ja. En was het je allemaal waard achteraf? Absoluut. Ja? Absoluut. Ik wil er ook graag mee verder gaan. Oké. Okay. En je zou anderen het ook aanraden om het te doen? Zeker. Ja. Leuk. Mooi. Dankjewel. Ja, graag gedaan.